Een baasje dat loopt te schreeuwen op de werkvloer kan anno 2023 maar beter uitkijken, want voor je het weet word je gecanceld. Het is ook Matthijs van Nieuwkerk overkomen: hij zit nu al tijden op de strafbank vanwege zijn vreselijke gedrag achter de schermen van de wereld, draait door, waar hij de mensen het liefst knielend sorry zag zeggen. Ben Kramer, een artiest die in de jaren 30 populair was, vindt dat helemaal niet zo raar. Als je zo groot bent als Matthijs, dan moet dat volgens hem kunnen. Ik kan me heel goed voorstellen dat hij wel eens kon ontploffen. Vergeet niet dat die man elke avond een live uitzending had, hij vervolgt, als een bandje niet wordt ingestart, waardoor hij onverwachts door moet praten, kan ik me goed overstellen dat hij na de uitzending als een dolle stier naar de productiekamer rende en tierde: Welke idioot heeft die band niet ingestart? Zelf ontploft ben naar eigen zeggen niet tegen collega's, maar Matthijs heeft ook een andere status, zegt hij. Ik weet niet op welke manier hij de dingen precies heeft gedaan, maar ik kan me wel voorstellen dat hij heeft gedacht: OETL, sterretje L, wat heb je gedaan? En, wat een gel sterretje L, ik vind dat Matthijs dat ook mag, want hij stond onder. E ah, daar hebben we het topsport argument weer. Als je elke dag op tv bent, mag je kennelijk alles maken, want het is topsport. Nogmaals, ik weet niet van de hoed en de rand, ik ken hem oppervlakkig door een paar bezoekjes aan DWDD, maar ik weet wel dat hij een zeer, Matthijs is een topper, besluit ben. Ik denk ook niet dat hij het zo bedoeld heeft, waardoor iedereen zo van slag was. Zijn bedoeling was gewoon, denk erom, een volgende keer gebeurt dit, ik heb hem erg hoog zitten en nogmaals, ik hoop dat hij terugkomt. Anders zou het wel heel.